Pijlmatuin is ons gebied. Is ons inheemse huis. Voorlopig mag je niet hier zitten. Achter die afzetting? Nee, helemaal niet. Goed, dan weten dus we dat de immigranten zijn belangrijker dan ons. Ons inheemse. Nou even. Je moet praten, laat die mensen weten hoe dat ding is. Mag ik even aanvullen dat dit geen actie is, dit uit zichzelf is gekomen. Op 9 augustus hebben wij een petitie aangeboden aan de DNA, aan Maurinus B. En daarin stond precies geschreven, ons verzoeken. En dat is ook genegeerd. Dus van daaruit, toch, staan wij dus hier vandaag. Yes. Wij zouden dus een verklaring aanbieden aan de president. Ten aanzien van onze rechten hier op het grondgebied, hoe er wordt aangegaan. Vooral deze dag dat heel belangrijk is voor heel Suriname, onafhankelijkheid. Maar de onafhankelijkheid, daarin zijn de inheemse niet betrokken. En het laat zich nog steeds gelden. Het laat zich nog steeds gelden, zoals we zien, dat er invasies plaatsvinden in het binnenland. Ten aanzien van de rechten, de wettelijke rechten in de grondwet, is er nog niets geregeld. Men is wel bezig, maar het is ook niet datgene wat wij willen. Het is zonder onze betrokkenheid. Dus er kan niet over ons gesproken worden zonder ons. Maar waarom vandaag? Wel, vandaag is de dag dat Suriname 46 jaar onafhankelijk is geworden. Maar het is ook de dag dat een dieptepunt is voor de inheemse, omdat zij niet betrokken zijn in de onafhankelijkheid. Toch? Dus het is zonder hun gebeurd. Toch? Ze zijn niet gehoord. Dus dat is het. Is dit ook een politieke actie? Nee, het is geen politieke actie. Dus, vandaar dat ik mijn woord ook heb gericht naar de politie, van dat het geen politie, het is geen protest. Het is een kreet dat gehoord moet worden. Deze 46e verjaardag leg ik de focus op hoop, natieversterking, vertrouwen en de toekomst van het land. En als ik terugkijk, hadden we de meeste tegenslagen echt kunnen voorkomen indien we beter met elkaar waren omgegaan en beter naar elkaar hadden geluisterd. Laten we nu onze krachten bundelen om te bouwen aan Suriname. Ja, we kunnen onze eigen politieke en groepsbelangen hebben, maar laten die ondergeschikt zijn aan het grote nationaal belang. Als staatshoofd heb ik een belangrijke bijdrage geleverd aan de COP26-conferentie in Glasgow. En deze conferentie werpt nu al de vruchten af. Suriname krijgt ruim 50 miljoen Amerikaanse dollar van Total Energies in ruil voor onze koolstofkredieten, meer genoemde carbon credits. Wat is allemaal gebeurd en wat is
Oké. Okay. We gaan meewerken. U moet alvast. Ik ga allemaal uiterste best voor u doen. Om datgene te doen wat u wil bereiken. Maar het eerste is, je moet achter die afzetten. Mag ik aangeven dat dit geen protestactie is? Dat dit geen protestactie is. Moet wel even buiten die afzetten. Als je buiten die afzetten bent, kunnen we verder praten. U hoort het van mij. Maar goed, wij willen het doel bereiken en dat is voor ons belangrijk. Zullen wij meewerken om toch achter de barricade te staan. Er zijn zaken, ja, die veel beter kunnen. En dat erken ik en daar werken wij ook aan als regering. Met het goed uitvoeren van het herstelplan kan Suriname binnen enkele jaren uit het moeras worden gehaald. En als president verzeker ik u dat ik geen enkel middel onbeproefd zal laten om duurzaam welzijn voor iedereen, voor elke Surinamer te garanderen. We hebben de ergste fase van de crisis al overwonnen. We zien nu al een stuk stabiliteit en volgend jaar zal de economische groei inzetten. Als ieder van ons hard werkt met de vastberadenheid, nieuwe energie, kunnen we het aangezicht van Suriname in 2025 drastisch veranderen. Het zal de nieuwe Suriname zijn, een veilige, welvarende en sterke natie, een nieuw Suriname waar iedereen gelijke kansen heeft.